Zo, wat vonden jullie nou van de afgelopen periode? Ik denk dat we dat nu na bijna een jaar samenwerken, samen met P5Com begonnen. Ondertussen afscheid genomen van P5Com en met de aannemers en WoonWens. Heeft het wel geleid tot nieuwe goede KWH-cijfers. Huurders zijn tevreden, WoonWens is tevreden. Het contact tussen de opzichters en de uitvoerders verloopt eigenlijk prima. We wilden de efficiëntie verbeteren en we hebben met de partijen die we hadden, hebben we het geprobeerd om het zelf tot stand te brengen. Dat ging heel moeizaam, omdat ze niet elkaar in de kaart wouden geven, laten kijken van wat de uitgaven en wat de kosten waren. P5Com was eigenlijk een hele mooie neutrale partij erin eigenlijk. In het begin ben je heel erg zoekende naar wat wil je als kind samenwerken. In het begin heb je allemaal verschillende belangen. Ik denk dat je dan, als je dan een neutrale partij bij je hebt, dat je daar gewoon heel veel makkelijk één weg inslaat. En dat vind ik een heel positief iets wat we de afgelopen periode hebben meegemaakt. Ja, we zijn toen samen met P5Com begonnen met het selecteren van 8 aannemers. 1 aannemer heeft zich teruggetrokken. Er zijn er 7 overgebleven die hebben op papier stukken aan moeten leveren. Daarin zijn er 5 overgebleven. En die 5 hebben hier intern presentaties gedaan, uitleg gegeven hoe het bedrijf zat, wat hun doelen zijn. En de 3 aannemers, Jonge, Raad en Maasveste, zijn overgebleven. We hebben samen met P5Com werkgroepen gevormd. Werkgroep Klant en Uitvoering, waarin de opzichters en de uitvoerders en P5Com bij elkaar zaten. Eerst 2 wekelijks, uiteindelijk is het nu 1 keer in de maand. Het is voldoende om zo alle punten die nog lopen of waar verbeteringen in zijn even op te pakken. En de stuurgroep die zit 1 keer in de maand bij elkaar om de cijfers, het KWH, allemaal goed in orde te hebben. Ja, je merkt ook dat de lijntjes heel kort zijn binnen de samenwerking. Bijvoorbeeld ook naar de afdeling planmatig onderhoud of de afdeling leefbaarheid. Omdat we hier intern op kantoor zitten bij WoonWens, loop je ook snel bij de andere afdelingen even binnen. Lijntjes zijn kort. Je kunt de dingen face-to-face bespreken, zowel met de opzichters als met de andere afdelingen. Zie je ook terug in de onderaannemers. Ik merk gewoon dat de markt op dit moment heel klein is. En waar nodig kunnen we met elkaar ook samen bijspringen. En dat is, vinden wij als Maasveld wel een heel positief iets. Met iemand een kop koffie? Dat is een goed idee.